Honden communiceren op veel verschillende manieren. Daar waar wij vooral communiceren met onze stem en ook wel een beetje met onze mimiek, maar daar zijn we vaak minder van bewust, communiceren honden juist met hun lichaamstaal en wat minder vocaal. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze dat helemaal niet doen of helemaal niet kunnen. Soms blaffen honden wel. En dat kan zijn als een uiting van opwinding. Dat kan zijn als een uiting van spanning. Kan zijn als een waarschuwing. Dat heeft verschillende redenen. Als je teruggaat naar de wolf, zeg maar. Naar 15.000 jaar geleden dat langzamerhand honden in ons leven begonnen te komen. Wolven blaffen minder. Maken af en toe wel geluiden als zijnde. Maar blaffen op zich minder. En wij mensen merkte op een gegeven moment dat tamme wolven of de minder schuwe wolven dichter bij ons in de buurt bleven en een soort van waarschuwden als er beren, andere wolven, gevaar dreigden. En daar zijn wij op een gegeven moment op gaan fokken. We zijn gaan fokken op verschillende raseigenschappen. Dat is voor mij ook altijd de reden dat ik altijd aan jullie vraag, stel behalve je vraag, benoem ook even de leeftijd van de hond en bij voorkeur ook het ras van de hond erbij. Want elke hond is weer anders. Elke hond heeft zijn ras-specifieke eigenschappen. De ene heeft een betere neus en kan dus uitstekend helpen bij de jacht. Terwijl dat de ander veel waakser is en begint te blaffen en te dreigen op het moment dat er gevaar dreigt. Daar waar de jachthond dat misschien weer veel minder heeft. Dus zo zitten er echt wel verschillen tussen de verschillende honden. En blaffen is een van de eigenschappen die wij voor een deel heel erg op prijs hebben gesteld. Dus daar zijn we gericht op gaan fokken. En heel veel honden doen het nu. Sterker nog, er is maar één erkend hondenras dat niet blaft. Maakt wel een soort van ander geluid, maar het kan niet echt blaffen genoemd worden. En de rest doet dat. En die hele inleiding heeft te maken met een vraag van Herro. Want Herro zegt namelijk, een hele goede morgen. Ik vraag me al een tijdje af, kunnen honden gaan blaffen uit protest als je de deur uitgaat? Het valt ons al een tijdje op dat als wij de deur uitgaan, dat onze hond gaat blaffen. Dat is dan een halve minuut en dan is het weer voorbij. Nou, dat zou kunnen. En of het dan protest is, ik ben het niet met je eens. Of opwinding van, hé, waar ga je nou naartoe? Of ik wil het eigenlijk niet, of wat dan ook. Of aangeleerd in de zin van, hé, als ik ga blaffen, dan draait iemand zich eigenlijk altijd wel om. En die zegt, nee, doe eens even stil. Want je kan je misschien wel voorstellen dat op het moment dat jij de deur uit wil en je hond begint te blaffen en jij draait je eigen om en je komt terug de woonkamer in en je zegt, nee, hou je mond, is ga eens naar je mond. Dat je hond ondertussen wel leert, hey, wacht eens even. Dus als ik blaf, kan ik jou weggaan uitstellen. Dan blijf je langer thuis. Dus dat zou kunnen. Dus het kan verschillende redenen hebben waarom dat ze blaffen. Ik was eergisteren was ik op privéles bij een kijker van puppyvragenuurtje. En zij hadden hetzelfde een beetje, alleen dan met het leren alleen zijn. Dat moeder en dochter, dat als moeder de deur uitging, dat de hond dan eigenlijk niet piepte. En als dochter de deur uitging, dat de hond het dan wat lastiger vindt. En bij een beetje doorvragen bleek onder andere, er speelt natuurlijk altijd meer, maar bleek onder andere dat moeder vaak de deur uitging om even de auto voor de deur te zetten, zodat de hond mee kon, dat ze lekker naar het bos konden, dat soort dingen. En binnen een paar minuutjes weer terugkwam om de hond op te halen. Connectie leggen. Als jij weggaat, ben je binnen 5 minuten weer terug en mag ik mee. Terwijl de dochter de deur uitgaat, dan is ze misschien wel een uur weg om even boodschappen te doen. Of de hele dag weg om te gaan werken. Hé, dat is niet leuk. Dan hou ik je liever hier. Dus als je vooraf weet of denkt te weten, als de een weggaat, die komt zo weer terug en dan gaan we wat leuks doen. En als de ander weggaat, die komt voorlopig niet meer terug en dan gaan we ook niks leuks doen. Heb je dus verschillende reacties. Dus is het puur frustratie, protest? Dat was jouw vraag. Is het puur protest? Nee, hoeft niet. Kan wel. Vaak zit er een onderliggende emotie tussen. Vaak frustratie. Van, joh, jij gaat weg, maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat je weggaat. Dus, goede vraag, Herro. Ik hoop dat ik hiermee je antwoord heb gegeven. Frustratie. Ja. Want er gebeurt iets wat ze liever niet hebben. En als er in ons leven iets gebeurt wat we liever niet hebben, raken we gefrustreerd. Ruzies die je met je partner, met je kinderen, met je buren, met je collega's, dat hebt ontstaan omdat zij iets doen wat jij niet had verwacht of wat je zelf anders zou hebben gedaan. Daardoor ontstaat frustratie. Dus op het moment dat jij de deur uitgaat en je hond zegt, nou, ik vind het maar stom dat je weggaat, ontstaat er frustratie. Ontstaat er bijvoorbeeld geblaf.
Dus ik zet hem in op frustratie. Maar het kan dus meerdere redenen hebben. En per hond kan dat dus ook nog verschillend zijn. De ene hond uit zijn frustratie blaffend. De andere slopend. De ander weer op een andere manier. Dus dat. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij het puppyvragenuurtje van puppygroep.nl. Mijn naam is Edgar van den Kamp. En twee keer per week doe ik het, beantwoord ik jullie vragen bij het puppyvragenuurtje. Dat doen we omdat er heel veel mensen zijn, bijvoorbeeld zoals Herro, maar ik zag een hele rij met vragen staan over slopen, over de trekken aan het vloerkleed en nou even kijken, wel of niet de rust kunnen pakken, allemaal van dat soort dingen. En ik doe dan mijn best om zoveel mogelijk van die vragen te beantwoorden. En oh ja, daar wilde ik naartoe. Dat doen we omdat er heel veel mensen zijn die daar tegenaan lopen. Zo ook de oprichter van puppygroep.nl. Hij had een pup, liep tegen een heleboel dingen aan. Eigenlijk de dingen waar jullie ook tegenaan lopen. Ging op zoek naar antwoorden op zijn vragen, maar kon ze eigenlijk niet vinden. Dus heeft hij een hele groep professionals uit de markt bij elkaar gehaald. Er zijn 4 boeken geschreven. En er is heel veel informatie. Het zijn allemaal blogs, vlogs, video's. Alles erop en eraan is gemaakt. En daar komen zoveel vragen uit naar voren. Van, hey, top, bedankt voor je boek, maar het lukt me nog steeds niet. Wat doe ik verkeerd? Dat het niet meer mogelijk was om al die vragen per mail te beantwoorden of per telefoon te beantwoorden. Dus daarom doen we 2 keer in de week een puppyvragenuurtje. Nou, mocht je voor de eerste keer hier zijn, hoi, leuk dat je er bent. Als je het nog niet hebt gedaan, abonneer. Kijk eerst even of dat je er wat van vindt natuurlijk. En als je denkt, hey, dit is eigenlijk wel leuk en interessant, abonneer je dan straks eventjes op dit kanaal. Want het voordeel is dat je dan volgende keer een melding krijgt wanneer dat we weer live gaan. En zoals het er nu uitziet, ik heb ze nog niet ingepland, maar ben ik er weer gewoon maandagavond om 7 uur en volgende week vrijdag om 10 uur. Maar het helpt wel, dan hoef je ze in ieder geval niet in de agenda te zetten. En als we straks klaar zijn, kijk dan vooral hieronder nog even, hè, als je nog meer dingen wil weten, wat we allemaal hebben. Aan blogs, vlogs, boeken, cursus, nou, huisdierverzekering. Je kan het zo gek niet opnoemen, het staat hier bijna allemaal onder. Behalve die privéles waar ik het net over had, dat ik woensdag bij een van de kijkers thuis was om te helpen met wat problemen. Dat staat hier niet onder. Mocht je dat nou willen, dan kan je daar wel een mailtje voor sturen. Dat je denkt, oh, dat is wel handig als hij even een keer over de vloer komt. Dan hebben we hem 1 uur lang helemaal voor onszelf alleen. En ik woon zelf in Lelystad. Dus mocht je zeggen, hey, ik vind dat wel handig als je een keertje langskomt, dan zijn de kosten voor een privéles €75 voor een heel uur. Plus 19 cent per kilometer aan reiskostenvergoeding. Ja, dus heen en terug. Kan je zelf een beetje uitrekenen waar het dan op neerkomt. Voordat de afspraak gemaakt wordt, krijg je al toegestuurd wat de reiskosten dan zijn. En dan heb je een beetje een beeld en een plaatje van wat het allemaal gaat kosten. Ja? De boeken. Ik had er al eentje laten zien. Het Ultieme Puppy Bench Training Handboek, geschreven in samenwerking met 10 experts. En alle boeken zijn ongeveer 75 bladzijden dik. Dus dat betekent dat er meer in staat dan alleen maar, hoe leer ik de bench nou aan bij mijn pup? Er staan hartstikke veel informatie in over, goh, hij wilde mij niet aan wennen. Wat dan? De eerste dagen en de eerste nachten, moet dan een deurtje op slot of kan ik die ook open laten staan? Allemaal van dat soort dingen, allemaal tips in het boek Ultieme Puppy Bench Training Handboek. De boeken zijn overigens ook verkrijgbaar als luisterboek en als e-book. Dus als je denkt, nou, ik hoef niet per se een papieren versie in huis, dan zijn de andere opties er ook nog. Het Ultieme Puppy Zinnelijk Maken Handboek, geschreven in samenwerking met 24 experts. Het Ultieme Puppy Alleen Laten Handboek. En tenslotte het Ultieme Puppy Bijten Afleren Handboek. 4 boeken. Alle 4 met een eigen onderwerp. Dus ook die alleen laten en bench training. Daar zit natuurlijk wel wat overlap in. Overlap in, dat is het juiste. Overlap in. Maar toch zijn er 2 heel verschillende dingen. Want ook als je gewoon thuis bent, betekent dat niet automatisch dat je pup de bench maar heel leuk vindt. Ja? Dus dat zijn echt wel 2 verschillende dingen. Hij komt vast nog wel een keertje voorbij. Even kijken. Piet heeft een vraag en zegt, onze puppy is met name in huis super lief. Buiten gaat en springt ze op iedereen die voorbij komt. Geldt ook voor fietsers en zo. Ja, Piet, dat merk je wel vaker. Hè? Thuis is de veilige situatie. Thuis is de plek voor rust. En buiten gebeurt er van alles. En zeker als pup, en ik weet niet precies wat voor soort pup dat je hebt en hoe oud dat je pup is.
Maar je merkt vaak, dat zou je zelf ook ervaren, op het moment dat je met een puppy over straat loopt, ten opzichte wanneer dat je met een volwassen hond of een oude hond over straat loopt, puppies krijgen wel aandacht. Weet je, als ik op straat loop en ik zie ergens zo'n puppy dartelen en drentelen en een beetje over zijn eigen voeten struikelen, dan kijk ik daar ook wel een beetje naar, zo met een half oog en met een glimlach op mijn mond. Ja, en als iets goed werkt bij pups, dan is het wel oogcontact en een glimlach op je mond. Dus heel snel leren honden van, oh, maar al die andere mensen, die zijn fantastisch, die zijn leuk, die zijn hier eigenlijk alleen maar voor mij. Dus wat jij mag gaan doen, is in ieder geval aan de lijn ervoor zorgen dat er geen contact is tussen andere mensen en jouw hond, tenzij jij dat wil. En wat ik daarmee bedoel is, er zit natuurlijk ook nog een stukje socialisatie aan, van, hey, hoe ga ik nou eigenlijk om met andere mensen? De vraag is of dat per se mensen op straat moeten zijn. En ik hoor dat wel vaak, hè, dat mensen zeggen, oh, dat is goed voor socialisatie, aan je maar eventjes. Nou, daar komen ook weer de rasverschillen naar voren. Stel, je hebt een hond, een labrador. Laten we even makkelijk inkoppen. Stel, je hebt een labrador die mensen over het algemeen toch al wel leuk vindt. Ze mogen het wel een beetje leren, maar de basis zit er wel in. Ze zijn heel erg mensgericht. Als je die dan ook nog door iedereen die je op straat tegenkomt zou laten aaien, en ik zeg niet dat je dat doet, hè, maar stel dat, dan leert hij echt, nou, in nog geen week leert hij, nou, al die mensen die hier op straat lopen, die zijn hier allemaal voor mij. Ik vind ze fantastisch en belangrijker nog, zij vinden mij fantastisch. Dus zo'n hond hoef je eigenlijk niet te leren dat mensen leuk zijn. Dat weet hij al. En dan zou ik ervoor kiezen om mijn hond niet zomaar door Jan en Alleman te laten aaien. Dan leert mijn hond dus ook heel snel, al die mensen die hier op straat lopen, saai zijn ze. Echt, er is niemand die me aankijkt. Er is niemand die me aait. En als ze me wel aankijken en naar me lachen, lopen ze nog steeds stoïcijns door. Yeah. Daar ga ik ook niet in investeren. En dat is eigenlijk precies hetgeen wat je wil bereiken. Gewoontegedrag creëren bij je hond, waarbij dat je zegt, lieverd, als je aan de lijn loopt, ben je met mij bezig en niet met al die andere mensen. En waarom noem ik nou bewust het voorbeeld van de labrador? Stel, je hebt een kooikerhondje. Of je hebt honden die wat waakzaam zijn. Neem een rottweiler of zo. Die zijn, als pup vinden ze mensen vaak nog wel leuk. Maar op het moment dat ze gaan puberen, komen ze langzaam een beetje in hun rasgebonden eigenschappenrol. En dan merk je vaak, niet altijd, want ik ken ook echt wel rottweilers die alle mensen helemaal fantastisch vinden. Maar dan merk je vaak dat ze wat meer afstandelijk worden naar mensen. Dus dan is het niet zo heel erg als je je pup, ik zou bijna zeggen, een beetje verwend, wat je fysiek in de zin van, ja hoor, ga maar naar iedereen. Want tegen de tijd dat hij gaat puberen en volwassen wordt, neemt dat in veel gevallen wel weer af. Dus het is heel erg hondafhankelijk. Ik zeg niet, voor hetzelfde wat heb je een kooikerhondje. Ik zeg niet, ga maar vooral door. Ik zou nog steeds wel zeggen van, lieverd, blijf maar gewoon lekker bij mij lopen. Alleen bij het ene ras zou dit een uitdaging voor de rest van je leven kunnen worden als je daar niks aan verandert. En bij het andere ras denk ik, wordt vanzelf wel weer minder. Dus wat je zou kunnen doen is even googlen naar oorspronkelijk doel en dan het ras van je hond. Of karaktereigenschappen en dan het ras van je hond. En dan komen dadelijk ook de volgende vraag van Esther. Die heeft een hondje uit Sicilië en de kans is heel groot dat dat een kruising is van alles en nog wat. En dan weet je het dus niet. En dan zou ik het zekere voor het zekere nemen door mijn hond aan de lijn niet door Jan en Alleman te laten aaien. Dus vanaf nu vertel je hond maar, en dat kan je vertellen zonder te praten, dat de andere mensen gewoon doorlopen. En dat heeft dus vooral met de andere mensen te maken. Hè. Tot voor kort had ik een tekkeltje die altijd kwispelend en breed lachend en joehoe naar andere mensen zat te kijken. Ja, andere mensen vonden dat wel leuk, dus die kwamen op mij af en die gingen al richting mijn hond, eigenlijk nog zonder aan mij te vragen, richting mijn hond van, oh, van ben jij een schatje? En dan zei ik, aai je mij niet hoor. Oh, nee, bijt hij? Nou nee, dat niet. Maar ik vind het ook wel fijn als hij gewoon met mij bezig is. En mijn hond hoeft niet door iedereen geaaid te worden. Net als dat ik niet door iedereen geaaid hoef te worden. Of door iedereen vastgeklampt hoef te worden. Of mijn kind door iedereen die op straat tegenkomt een aai over zijn bol krijgt. Hoeft dat bij mijn hond ook niet. Veel honden vinden het niet fijn. Of honden zoals jou vinden het fantastisch. Waardoor jouw probleem alleen maar groter wordt. Dus vanaf nu af aan ontwijk je gewoon andere mensen. En als mensen op jou afkomen, dan zeg je, joh, we zijn in training, aai hem er eventjes niet hoor.
En als er eentje is die twijfelt, dan zeg je maar wel dat ze bijt of dat ze giardia heeft of een of andere besmettelijke ziekte die ook overdraagbaar is op mensen. Bedenk maar iets als ze maar van je hond afblijven. Is mijn advies. Ja? Succes ermee, Piet. Esther zegt, goedemorgen, wij hebben een puppy sinds 4 weken. Ze is 4 maanden oud, uit Sicilië, door mijn neef meegenomen van de straat. Het gaat heel goed, is heel sociaal en eet en drinkt goed. Hoe leren we haar af dat ze constant met de snuit in het vloerkleed zit te trekken? Ja, dat is wel een uitdaging, hè? Zeker bij puppy's. Ik vertelde net dat ik van de week op privéles was geweest. Die hond had het gemikt op de plintjes. Dus vaak zoeken ze even iets om te trekken of te bijten of wat dan ook. Esther, even een tip geven die misschien niet bovenaan je verlanglijstje staat, maar wat wel de makkelijkste is en ook voor de lange termijn. Als het een vloerkleed is waarvan dat je zegt, ja, nee, geen probleem, zetten we de tafel weg, rollen we het vloerkleed op, leggen we het vloerkleed even op zolder of ergens anders neer en in het voorjaar leggen we hem wel weer terug, dan is dat de makkelijkste optie. Daarmee voorkom je dat ze aan het vloerkleed gaat trekken. Ontwikkelt het gedrag zich ook niet de komende maanden? En ik zeg in het voorjaar, maar het zou zomaar kunnen zijn dat je in februari of zo het kleed alweer terug kan leggen. En dat het dan al niet meer ontwikkeld is. Maar op die manier ontwikkelt het gedrag zich niet. En als je hem dan volgend jaar weer neerlegt, in het voorjaar of misschien heb je hem alleen maar 's winters liggen. Dan heeft dat gedrag zich niet ontwikkeld en zit dat dus ook niet in het patroon. Het kan nu met puberleeftijd te maken hebben, of in ieder geval bijna puberleeftijd. Het kan met tandjes te maken hebben, het kan met verveling te maken hebben, het kan met van alles en nog wat te maken hebben. Dus ik kan wel zeggen, hey, ga eens kijken of dat je het voor kan zijn door te gaan spelen met een flostouwtje, dat ze leert dat ze daar lekker in mag bijten. Maar elke keer als jij dan opstaat om even naar de wc te gaan of om even wat koffie te pakken of zo in de keuken en je komt terug en je hond hangt weer met die tandjes in dat kleed, dan heeft hij daar toch elke keer wel weer succes mee. Dus mijn advies en de beste tip die ik je kan geven is, haal het kleed eventjes weg. Dan ontwikkelt het gedrag zich niet. En naast dat je het kleed er weghaalt, is die behoefte er nog steeds. En ga je kijken op welke manier dat je met je hond kan spelen. Ja? Succes ermee, Esther. Nou, jullie horen het wel afdoende en afdoende. Dus mijn verkoudheid is nog niet helemaal over, maar komt allemaal wel goed. We maken het uur wel vol. Af en toe slok je thee tussendoor en dan komt het helemaal goed. Corine zegt, hi, mijn Cane Corso pup van 18 weken lijkt steeds lastiger haar rust te kunnen pakken. Is dit normaal of zal ik haar meer in de bench moeten doen? Combi, het kan normaal zijn. Hè? Naarmate dat ze ouder worden, hebben ze minder slaap nodig. Kijk maar naar ons ten opzichte van toen we kleine babytjes waren. Dus dat er minder slaap nodig is, is oké. Okay. Cane Corso is zo'n hond waar een bepaalde mate van waaksheid in zit. Gaat ook richting puberteit. Dus zal wat alerter gaan worden op de omgeving en daardoor misschien wat minder slapen. En dan kan je inderdaad helpen als jij merkt van hey, vandaag is zo'n dag dat het niet zo heel erg lukt. Kan jij helpen door hem of haar in de bench te doen en haar daar wat meer rust te geven. Ja hoor, nog even een dutje tussendoor. Zo'n kind van een jaar of 2, 3... die eigenlijk op een gegeven moment geen slaapjes meer hoeft te doen tussendoor, omdat het kan. Maar soms zijn er van die dagen dat het even niet lukt en dat hij wel heel erg moe is. En dan is hulp van harte welkom. Dus dat mag jij ook gaan doen. Even kijken. Lynn. En Lynn heeft een... Kijk, Lynn heeft een lekker lange vraag. Even kijken. Lynn zegt, goedemorgen, ik heb een boomerpup van 4 maanden oud inmiddels. Ze wil mij niet zindelijk worden. Elke 2 uur gaat ze eruit en toch doet ze het daarna binnen. We laten haar uit op een grasveldje waar het rustig is. Ze poept en plast dan buiten en als we thuiskomen, plast ze na 1 uur weer binnen. We kunnen op werkdagen niet elke uur met haar naar buiten. Als we plasmatjes neerleggen, dan gaat ze deze slopen. Ze plast steeds tegen de tafelpoot aan en die is nu helemaal geel geworden. We zijn echt ten einde raad, hebben van alles geprobeerd. Ook het zindelijkheidsboek gelezen, niks helpt. Ze legt totaal niet de link met buiten poepen en plassen. Hoe zorgen we ervoor dat ze die link gaat leggen? Ja, ook jou ga ik een antwoord geven wat je liever niet hoort, Lind. Je geeft zelf al aan, we kunnen op werkdagen niet elk uur met haar naar buiten. Maar dat is wel hetgeen wat nodig is. Door haar elk uur mee naar buiten te nemen,
Of haar elke keer mee naar buiten te nemen op het moment dat ze moet. Dus na het eten, na het drinken, na het slapen, na het spelen. Dat. Dan leert ze hoe ze zindelijk moet worden. Als jij zegt van mij, ze plast ook gewoon elk uur. Dan is mijn vraag, drinkt ze ook heel veel? Maar dan ook echt heel, heel veel. Dat het je op gaat vallen hoe vaak dat je het geklots van de waterbak hoort. Anders zou je tussendoor misschien de drinkbak nog eventjes weg kunnen halen. En overigens, even tussendoor, 4 maanden en nog niet zindelijk is op zich niet gek, hè? Honden worden zindelijk ergens tussen de 7 weken en de 7 maanden. En de een doet dat sneller dan de ander. Kleine hondjes doen er vaak wat langer over dan grote honden. Gelukkig maar, grote plassen. Maar het is natuurlijk wel vervelend dat je tafelpoot helemaal geel wordt. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus mijn eerste advies is, pas het uitlaatritme aan waar je hond behoefte aan heeft. Ik kan wel zeggen, ja, sorry schat, maar 1 in de 2 weken vaker kan niet. Of 1 in de 2 uur, 1 in de 2 weken, dat zou een dingetje zijn. 1 in de 2 uur vaker kan niet, maar als je hond zegt, ja, ik moet elke uur plassen, dan doe ik het wel ergens anders. Dus dat is dan wel een dingetje. Dus ga kijken of dat je dat toch op een of andere manier aan kan passen. Het zou ook kunnen zijn dat je... dat gebeurt zoveel in mijn hoofd. Dat zou eigenlijk eens gefilmd moeten kunnen worden, wat er allemaal in mijn hoofd gebeurt dan. Ik zit tegelijkertijd te denken aan jouw opmerking over de plasmatjes en dat die dan gesloopt worden. Maar al zou je plasmatjes neerleggen en zou ze daar haar behoefte op doen, dan nog steeds zegt ze, hallo, ik moet elke uur plassen. Dit is wat het is, we kunnen er niks aan veranderen. Ik moet elke uur plassen en ik kan het nog niet ophouden. Sorry. Want ik zit er ook aan te denken van, goh, misschien kan je er in de bench doen. Hè? Bench is vaak zo'n plek waar dat ze het niet doet. Maar als ze moet plassen, dan moet ze plassen. Punt. Dan zal ze het in de bench misschien iets langer ophouden. Maar de kans is dan ook heel groot dat ze gaat piepen. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het dan 's nachts gaat. En als het 's nachts wel goed gaat, wat is er dan 's nachts anders? En hoe slaapt ze? Krijgt ze voldoende rust? Allemaal van dat soort dingen. Maar mijn primaire advies blijft... ga met haar naar buiten volgens haar ritme. En als jij denkt, ja, maar Ed, het is niet normaal. Ze drinkt niet zoveel, maar ze plast echt. Nou, dat ze nog niet leeg is, is een raadsel. Dan zou je eventueel nog een keer even een plasje in kunnen leveren bij de dierenarts om te kijken of dat daar misschien iets in zit waardoor dat ze zo vaak moet plassen. Dat is het enige wat ik dan nog bedenk. Maar mijn primaire advies blijft, ga naar buiten met je hond. Binnen het ritme wat ze aangeeft. En dat hoeft niet elke keer een wandeling te zijn. Hè? Want ik snap heel goed dat jij zegt, op werkdagen kan dat gewoon niet altijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment na 50 minuten denkt, ze zal zo weer moeten. Weet je wat we doen? We gaan nu alvast eventjes naar buiten. En je laat haar even gauw plassen. Want ik hoor je alleen over een plas. Je loopt even naar buiten, naar het grasveldje. Daar plast ze. Ga je weer terug naar binnen en kan je weer verder met je werk. Dan is het niet een wandeling, maar is het gewoon een plaswandeling. Eén tip, ik hoor je er niet over, maar ik geef hem je gewoon gratis even niks helemaal mee. Wat er nog wel eens gebeurt, zeker met honden die wat lastiger zindelijk worden, is dat we er dan koekjes of snoepjes of iets dergelijks bij gaan betrekken. Dat op het moment dat ze buiten wel plassen... dat we dan zeggen, ja, goed zo, en dat we daar met lekkers voor gaan belonen. Plassen is al een opluchting op zich, dus daar hoeft niks lekkers tegenover te staan. Sterker nog, wat ik nog wel zie gebeuren, is dat op het moment dat de hond aan plassen is en is nog niet helemaal uitgeplast, dat we dan al een brokje of een koekje pakken, zodat de hond afknijpt en zegt, ja, kom maar door met het lekkers. En als ze dan thuiskomen, dat ze dan binnen het uur denken, ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar. En dan alsnog een plasje doen. Of misschien heb jij wel zo'n hond die gewoon niet 1 keer plast tijdens een wandeling. De wandeling mag wat langer duren. En misschien moet ze dan na een paar minuten nog wel een keertje plassen. Ik weet natuurlijk niet hoe jullie wandelingen eruit zien. Maar dat is ook wel iets waar je rekening mee kan houden. Dus 1. Hou rekening met het ritme van je hond. Als die moet, dan moet die. Daar kunnen we niks aan veranderen. We kunnen er geen kurk in stoppen. Dan moet ze nog steeds. Hoe reageer je buiten met plassen? Wordt er beloond met koekjes of loop je gewoon lekker rustig door? En wat gebeurt er als je je wandeling ietsje langer maakt? Hoe groot is dan de kans dat er misschien nog een plasje komt? Nee. Dus dat zijn even dingen om over na te denken. En inderdaad geen plasmatje, want dan wordt ze nog steeds niet zindelijk. Want van plasmatjes hoeft ze het niet op te houden. En het uiteindelijk zindelijk worden betekent, hou het op totdat je weer aan de beurt bent. Ja, succes ermee, Lin.
Denise zegt, als wij onze pup belonen nadat hij netjes zit, gaat hij altijd springen. Of komt hij met zijn poten omhoog, zodat hij zo snel mogelijk bij het koekje wil zijn. Hoe leer je dit af? Ik denk dat, ik weet natuurlijk niet hoe oud dat de pup is, maar de zit leert de hond vaak heel erg snel. Hè? Dat is zo'n standaard oefeningetje die eigenlijk nergens voor nodig is, maar wat de meeste mensen wel als eerste aan gaan leren thuis. En zodra dat hij dat snapt, als dat een beetje door is, als jij zegt zit, doek, en dan gaat meteen met zijn billen op de grond, dan zou ik sowieso niet meer elke gaan belonen om te voorkomen dat je de rest van je leven met een koekje moet komen op het moment dat hij gaat zitten. Dus doe je 1 op de 3 en daarna doe je 1 op de 5 en dan doe je 1 op de 7 en dan op een gegeven moment vraag je gewoon een zit en hoef je hem daar dan niet meer voor te belonen. Als jij zegt, ja, maar zover zijn we nog niet, we willen hem nu graag een beloning geven, we willen voorkomen dat hij opspringt. Stel, het hondenhoofdje is hier, het puppenhoofd. Jij komt hier aan met je brokje naar beneden om dat brokje aan te geven. Je hond springt op. Op het moment dat jij het brokje pakt en hij springt op, hou je het brokje nog eventjes naar boven. Wacht je totdat hij weer met 4 pootjes op de grond staat. En dan hop, snel naar beneden, zodat je hond het laag aan kan nemen. Als jij sneller met je hond naar beneden gaat, leert je hond vanzelf, ik hoef helemaal niet op te springen. Jij komt het vanzelf wel brengen. Ja, en sowieso met dit soort dingen, met opspringen na een oefening, al heeft hij een koekje verdiend, gewoon altijd geven op het moment dat hij met 4 pootjes op de grond staat. Dat. Ja, succes ermee, Denise. Even kijken. Alissa zegt, mijn pup van 6 maanden, een Jack Russell reuk, grijpt steeds mijn mouwen en schudt mijn arm dan keihard heen en weer, alsof dat hij een prooi vast heeft. Hoe kan ik hem hiermee laten stoppen? Hij blijft maar bijten. Even kijken. Oh, de rest zijn andere vragen, dus dan ga ik het eerst daarover hebben. Dit is echt een hele leuke manier van spelen voor je hond. Dus wat je kan doen is het voor zijn en met knuffels of met een flostouwtje of met een soort van trektouwtje-achtig iets. Dat je daar op die manier met je hond gaat spelen. Dit is heel erg normaal en typisch Jack Russell gedrag, want de Jack Russell, zoals zoveel kleine terriers, werden vroeger gebruikt om achter ongedierte aan te gaan, hè? Ratten, molletjes, alles waar de boer last van had. Dan moest hij zelfstandig achteraan gaan en het enige wat hij deed was vastpakken, doodschudden en weer door. Dat is wat hij deed. Wegjagen mocht ook, maar dood was veel leuker. Vastpakken, doodschudden. Dus dit is heel erg Jack Russell gedrag. Laat hem dat ook vooral doen, maar dan met dingen waar het mee mag. Speeltjes, flostouwtjes. Ja, jij reageert erop, wat ik snap. Dat je zegt, hey, blijf eens even van mijn mouwen, van mijn trui, van wat je ook aan hebt gedaan. Dus dat maakt het een extra leuk spelletje. Dus ga het voor zijn en dan op jouw voorwaarden. Dus je hebt een speeltje wat je over de grond wegsleept, waar die achteraan kan rennen, wat die vastpakt, waar je dan heel even kort een trekspelletje mee doet en daarna laat je het los, zodat hij dat nog eventjes uit kan schudden. Dan doet hij precies hetzelfde, maar dan met dingen waarmee dat hij het wel mag. Ja? Jouw tweede vraag. Hij heeft ook last van voedselnijd richting de hond van mijn ouders en wordt dan vreselijk fel en vliegt hem dan ook aan. Het scheelt dat de hond een dikke vacht heeft, maar hoe krijg ik dat eruit? Door de honden gescheiden van elkaar eten te geven. Dus krijgen ze eten, de een in de gang, de ander in de woonkamer. Krijgen ze een kauwstaafje, de een in de gang, de ander in de woonkamer. Dat soort dingen. Altijd gescheiden van elkaar. Weet je, voedselnijd naar mensen is wat dat betreft makkelijker af te leren dan voedselnijd naar andere honden. Maar die honden die kan je gewoon heel makkelijk uit elkaar houden. Dus ervoor zorgen dat ze niet bij elkaar zijn als er ergens wat te eten in de buurt is. Ook het afleren van blaffen naar de stofzuiger, dweil en bezem gaat hij niet uit. En hij gaat met de poten op de salontafel en ook daar heeft hij lak aan. Hoe pak ik dit aan? Oh, Alissa. En dan komt er dadelijk nog eentje over zindelijkheid. Het zit je niet mee. Ik geef even overal kort antwoord op, maar als ik je rijtje zo hoor, dan denk ik dat het ook geen kwaad kan als we een afspraak maken voor een privéles. Dan kunnen we gewoon alles even rustig doornemen en dan kan ik hem ook in actie zien. Ja, dus mocht je dat willen, stuur dan even een mailtje naar info@puppygroep.nl. Gezien het aantal punten zou ik er eentje voor 1,5 uur afspreken. En dan kom ik bij je langs. Ik beantwoord ze wel hoor, daar niet van. Blaffen naar de stofzuiger, dweil en bezem. Ook daar, er zijn 2 mogelijkheden. Het kan zijn dat hij er bang voor is. Dat hij onder de indruk is. 6 maanden.
puberteit, dan moeten ze zorgen voor hun eigen veiligheid. Dus gaan ze proberen om het weg te jagen. Kan ook zijn dat hij er graag meer mee wil spelen. En dat hij dat op een speelse manier doet. En dus blaffende manier. Dus dat kan allebei. En daarbij is zijn motivatie dus wel heel erg belangrijk. Als hij er bang voor is, dan zou ik hem eerst even rustig laten wennen aan de stofzuiger en de dweil en de bezem. Op een manier met opbouw. Dus dat de stofzuiger gewoon stilstaat in de woonkamer, stekker eruit, niet aan, maar hij staat de hele week, of je hem nou gebruikt of niet, staat hij gewoon ergens stil in de woonkamer. Zodat hij rustig kan snuffelen, rustig kan kijken wat het is, rustig eromheen lopen en merken, het gebeurt eigenlijk niet. En als hij daarna gaat blaffen, is er niemand die erop reageert. De stofzuiger in ieder geval niet. Dus hij leert ook heel snel dat zijn blaffen dan geen zin heeft. Nou, een volgende stap zou dan kunnen zijn door de stofzuiger te gaan bewegen, maar nog steeds met de stekker uit het stopcontact. Dus hij is niet aan, je beweegt hem alleen maar. En dan niet vlak naast de hond, maar bijvoorbeeld daar is mijn keuken en daar is mijn woonkamer. De hond zit helemaal daar en ik ga dat helemaal daar doen, zodat mijn hond alle ruimte heeft dat er niks aan de hand is. Ga kijken hoe dat hij daarop reageert. Als hij daar eigenlijk niet op reageert, wordt mijn volgende stap hem ergens anders in het huis neerzetten. Bijvoorbeeld op mijn slaapkamer. Op de slaapkamer van de kinderen, die is nog verder weg. En terwijl mijn hond hier is, staat mijn stofzuiger aan in een andere ruimte. En ik ga hier gewoon met de hond spelen. Gewoon, hij hoort het geluid wel, maar hij hoeft er verder niks mee. Volgende stap is dat ik het huis ga stofzuigen aan de andere kant van het huis, terwijl dat de hond hier is. Dat hij me misschien wel ziet bewegen met een stofzuiger die aanstaat. Maar hij hoeft er niks mee en hij is niet dichtbij, dat soort dingen. Dus dat is allemaal als hij bang is en dan kan je langzamerhand steeds dichterbij. Dit zijn stappen waar zomaar een paar weken overheen kunnen gaan. Hè. Dit is niet even een middagje dit uitproberen en dan is het geregeld. Want als je hond er bang voor is, doe je dat dus in het tempo wat je hond aan kan. Als het spel is, als jij merkt van, nou weet je, ik ga stofzuigen en hij rent gewoon als een malle achteraan en vliegt vol een stofzuiger en begint te blaffen en weet ik veel wat allemaal, zet je hond dan even in een andere ruimte. Geef hem de ruimte, geef hem de veiligheid, doe hem even in zijn bench met een kouwstaafje. Ergens in de slaapkamer kan jij de woonkamer zuigen en daarna wissel je het om en dan kan je ook het hele huis doen. Dus dat. En dat sowieso, hè, want ik zeg wel, het is een traject van weken als het angst is. En ook in die fases zorg je ervoor dat je hond nooit in de buurt is als je gaat stofzuigen. Even kijken. En, oh ja, gaat ook met zijn poten op de salontafel en ook daar heeft hij lak aan. Hoe pak ik dit aan? Door ervoor te zorgen dat er niets op de salontafel ligt waar hij wat aan heeft. Dus helemaal niets. Als het gaat om het bijten, dan zorg je ervoor dat er niks te bijten ligt. Als het gaat om het eten, zorg je ervoor dat er niks te eten ligt. Als het gaat om afdrukken van de thee of koffie of zo die op tafel zijn, die die aflikt, dan zorg je ervoor dat de tafel altijd hartstikke schoon is. Laat hem zijn gang maar gaan. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Alles. Dus elke keer als jij aandacht gaat geven aan het feit dat hij met zijn voorpootjes op de salontafel staat, dan denkt je hond, hey, de volgende keer als ik me verveel en ik wil aandacht voor je, hoef ik alleen maar met mijn voorpootjes op de salontafel gaan staan. Dan kom jij vanzelf aanrennen. Laat hem zijn gang maar gaan, maar zorg ervoor dat het hem niks oplevert. Dus niks te eten, niks te drinken, niks te kauwen, helemaal niks. Gewoon een lege, saaie salontafel. Laat hem maar kijken. En als hij daar 10 keer is geweest en 10 keer heeft gedacht van, nou, weer niks, dan is de kans dat hij de 11e keer gaat, is ook niet zo heel groot. Maar laat hem gaan. Als het niks gevaarlijks is, je hoeft niet overal aandacht aan te geven, laat hem. Ja? En tenslotte, bij mij thuis is hij wel zindelijk, maar bij mijn ouders blijft hij wel om thuis plassen. Altijd op dezelfde plek. Hoe krijg ik dit eruit? Waarom doet hij dat? Beetje veel vragen. Sorry, haha, geeft niks. Daar zijn we voor. En ik weet zeker dat er ook andere mensen zijn die er tegenaan lopen. Dus dankzij jouw vragen hebben zij alvast een antwoord. Zindelijkheid is plaatsverschillend. Dus precies wat jij zegt, dat je hond thuis zindelijk is, wil niet zeggen dat hij dat bij je moeder ook is. Dus misschien kan hij bij jou thuis, waar die veel meer rust krijgt, het 2,5 uur vol kan houden. En op het moment dat hij bij je moeder is, die ook een hond heeft, waar dat hij ook nog eens een keer alert moet reageren op, hey, heb jij wat te eten, want dan wil ik het ook en anders vlieg ik je aan, veel vaker moet plassen. Dus dat betekent dat de zindelijkheidstraining die je thuis hebt gedaan en waar je thuis al veel verder mee bent, of misschien al helemaal klaar mee bent, dat je bij je moeder dus nog steeds in de fase van zindelijkheidstraining zit.
Dus dat kan. En daar woont ook een andere hond. En misschien is die, hij is al 6 maanden, wil die geurtjes achterlaten. Van kijk, mij eens even stoer zijn. Dit is ook wel een beetje mijn huis. Dus daar zit je nog vol in de zinnelijkheidstraining. Terwijl dat je dat bij jou thuis al niet meer bent. Dus daar mag je hem wat vaker mee naar buiten nemen. Ja? En het kan zomaar zo zijn dat hij net buiten heeft geplast. Dat hij binnenkomt, dat hij iets ruikt en dat hij meteen zijn poot optilt. Is wel een beetje reu zijn, hè? Meteen overal je geurtjes achterlaten. Je moeder heeft ook een hond, dus mocht hij zichzelf nou wel wat stoerder en zelfverzekerder vinden, kan hij zomaar reageren op die andere hond. Dus hou dat dan in de gaten. Ga kijken op welke plaatsen, elke keer dezelfde plekken. Voorkom dat hij bij die plek kan. En als je merkt dat hij daar in de buurt is, neem je mee naar buiten, ga je hem weer eventjes laten plassen. Ja, en voorkom dat hij daarbij kan. Nou, Alissa, succes ermee. Je hebt weer wat te doen de komende week. Meerte zegt, hoi, ik heb een hond van 8,5 jaar oud en een pup van 5 maanden. De pup vliegt telkens op de oude hond, want ze wil spelen, maar de oudste vindt dit niet leuk en gaat dan grommen. Niet bijten. Hoe nemen we dit het beste aan? Nou, ik hoop heel erg, Meerte, dat de pup reageert op dat gegrom. Want het gegrom, een grom betekent een waarschuwing. Als je zo doorgaat, dan pak ik je, ik wil dat je stopt. Dus ik hoop heel erg dat die pup daarop reageert. Dus laat de volwassen hond vooral grommen, want de volwassen hond heeft gelijk. Sowieso. Wat je nu hebt is, je hebt een senior in huis. Je gaat in ieder geval aardig richting senior. Als we dit gaan vergelijken met mensen, dan heb je een gepensioneerde. Je hebt een opa of een oma in huis. En daar zet je een peuter bij. En je zegt, ga maar lekker samen spelen. Ja, die opa en die oma, die opa of die oma, die zegt 5 minuutjes, nou dat vind ik wel leuk. Maar niet de hele dag door. En zeker niet het spel van die pup van 5 maanden. Daar word je helemaal kriegel van. En dat snap ik. Als ik de hele dag kleine kinderen omheen zou moeten hebben. En ik zou dan ook op hun manier moeten spelen. Ik zou er gillend gek van worden. Dan begin ik ook te grommen. En onthoud, grommen is heel fijn. Ik hou van grommende honden. Waarom? Moet je je voorstellen, Meerte, wij kennen elkaar niet, tenminste, volgens mij niet. Moet je je voorstellen dat wij elkaar een keer in het echt ontmoeten. En ik loop op je af en ik raak je aan. Of ik loop op je af op een manier die jij wat onprettig vindt. En dat je tegen mij zegt, dat wat je nu doet, doe mij niet. Ik voel me daar heel ongemakkelijk bij. Ik vind dat echt niet fijn. Dat is wat jouw oudere hond nu zegt tegen die pup. Doe mij niet. Dat wat je nu doet, vind ik echt niet fijn. En dat heeft hij al heel subtiel met lichaamstaal aangegeven. Door weg te draaien en te tongelen. Zijn lip misschien een keertje op te trekken. En als de pup daar niet naar luistert, gaat hij grommen. En als de pup daar ook niet naar luistert, sluit ik niet uit dat je hond eerder zegt... Dat. Omdat hij er gewoon klaar mee is. En hij heeft gelijk. Dus ik hoop altijd dat pups leren van oude honden. Dat is de meest ideale situatie. Dat je hond zegt... En dat de pup denkt, nou dat niet, oude zagrijn. En dat hij weggaat, dan heb je precies bereikt dat je wil. Hoef je je nergens mee te bemoeien. Zo niet mag je de ouderen helpen. Stel de ouderen zeggen, en de pup gaat gewoon door, haal je de pup weg. En zet je de pup even in de puppyren in een andere ruimte. Of je houdt er gewoon eventjes tegen, met je lijf zeg maar tegen het borstkastje. En op het moment dat je merkt dat je pup terug gaat hangen, dan mag hij er weer naartoe. En gaat hij weer drukken, haal je weer weg. Dus je zegt gewoon tegen je pup, op het moment dat hij begint te grommen, ga jij weg. Ja? Dus bij voorkeur, nee, dat is niet waar, bij voorkeur honden zelf laten regelen. Zeker niet, want ik wil niet dat er gaatjes komen. Bij voorkeur, als de oudere hond gromt en de pup reageert erop, dat is de meest ideale situatie. Als dat niet zo is, mag je gaan helpen door de pup weg te halen. De oude hond heeft gelijk. Niet de oude hond op zijn kop geven, je mag niet grommen naar een puppy. De oude hond mag echt wel grommen naar een puppy, want weet je... De oude hond is misschien wel de enige in jullie gezin die niet om een pup heeft gevraagd. En de oude hond is op dat soort momenten de enige die wel door de pup wordt lastiggevallen. Dus hij heeft gelijk. Ja? Dus ga daarmee aan de gang. En als de pup niet reageert, haal je de pup weg. Hoeft niet boos, hoeft niet voor je, hoeft niet straf. Maar gewoon, je haalt uit de situatie. Als de oude hond gromt, ga jij weg. Hartstikke idee. Dat is wat er gebeurt. Succes daarmee. Joanne zegt, onze pup van 17 weken blijft maar dunnere ontlasting hebben. Hij poept gewoon 1 keer en daarna gelijk dun. Hij krijgt nu Hills voer, dat is toch een van de beste voedingen die je kunt geven. Hills is een A-merk, maar ergens gebeurt er iets in het puppylijfje wat niet helemaal oké is. Ik
hoop, neem aan dat je er al mee naar de dierenarts bent geweest. Misschien heb je van de dierenarts wel heels gekregen. Ik vind het een dierenartsvraag of een voedingsdeskundige vraag. Dus ik vind hem wat dat betreft heel erg lastig. Als jij zegt, nee, los van het feit of je bij de dierenarts bent geweest en heels van de dierenarts hebt gekregen, ja of nee. Ik zou er even mee naar de dierenarts gaan, want diarree is wel heel veel vocht verliezen. Dus ergens gebeurt er iets in dat lijf wat niet oké is. En waar die op reageert, misschien eet hij wel dingen van straat, dat hij daarop reageert. Of is er iets anders, maar ik zou een ritje naar de dierenarts doen. Ik kan er helaas niet heel veel over zeggen. Jemiva, mijn pup van 14 weken heeft de tweede week dat ze bij ons was diarree gekregen en daardoor heeft ze ongelukjes in de bench gehad. Diarree is inmiddels over, maar ze blijft nu poepen in de bench. Waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, Jemiva, is hoe is het formaat van de bench ten opzichte van de hond? Stel, het staat niet bij wat voor hond dat het is, stel je hebt een wat grotere hond, middengrote hond, maar die nu nog puppy is. En je denkt, ik koop alvast de grote bench, anders blijf ik kopen. Dan loop je het risico dat de pup hier slaapt, wakker wordt, bloop, daar gaat poepen, bloop, teruglopen en weer gaat slapen. Want honden maken bij voorkeur hun slaapplek niet vies, want je gaat niet in je eigen poep liggen slapen. Er zijn uitzonderingen, maar de meesten doen dat in ieder geval niet. Wat dan kan helpen is dat je je bench, of in ieder geval de beschikbare bench voor je pup, wat kleiner maakt door even een schotje te plaatsen. Daarmee kan je elke keer een stukje opschuiven, waarmee dat je elke keer de bench een stukje groter maakt. Wat ik zei, pups maken in principe hun eigen plek niet vuil en dan is dit een oplossing. Als je zegt, nou nee hoor, we hebben echt een bench perfect afgemeten aan die van de hond. En perfect afgemeten is dat als die zeg maar op zijn zij ligt met zijn pootjes gestrekt, dat is de ruimte die nodig heeft. Alles daarbuiten is fijn, is handig, is plezierig, maar is ook mogelijke plas- en poepruimte. Dus daar kan je dan een beetje mee spelen. Je kan ook gaan kijken, en dat zou je ongetwijfeld goed hebben gedaan, maar ik geef hem toch even mee, is de bench helemaal goed schoongemaakt? En niet alleen met even een sopje erdoorheen, maar misschien ook wel zo goed dat alle geurtjes die eventueel in de kiertjes zijn blijven hangen, dat die ook weg zijn. Want dat kan ook een trigger zijn. Hier heb ik vaker gepoept, dus dat kan nu ook wel weer. En ga eens kijken of dat je het ritme van poepen van je hond kan herkennen en dat je het dus voor kan zijn door zelf met je hond naar buiten te gaan. Op een gegeven moment heb je zo'n ritme. Ik wist van 200 terug poepte 2 keer per dag. En als die aan het einde van de dag nog een keer poepte, dat ik dacht, waarom dan? En dan zat de kans er heel groot in dat hij de volgende dag maar 1 keer poept. Dat soort dingen. Dus ga kijken of dat je het ritme kan herkennen. Dan weet je op een gegeven moment ook, oké, nnu kan ik het wat meer laten rusten, want ze heeft al 3 keer gepoept vandaag. Bijvoorbeeld, als dat haar dagelijks gemiddeld is. Maar ga kijken of dat de bench, hoe het zit met het formaat van de bench. En anders zit het inderdaad in ritme herkennen en het voor zijn, dus er dan mee naar buiten gaan. Ja, en kijken of dat die helemaal voldoende schoon is. Er zijn van die bacterie-etende bacteriën. Hoe heet dat spul nou? Tuurlijk, nu weet ik het niet. Ecodor, E-C-O-D-O-R, Ecodor, is er zo eentje speciaal voor honden. Die eet de bacterie op die de geurtjes afgeeft. Dus ook voor mensen, ik had net de hond die bij de moeder wel plast en de hond die continu tegen de tafelpoot aanplast, Ecodor. Dus niet alleen schoonmaken met een doekje, daarna ook Ecodor erop. Die eet die geurtjes op, de bacteriën die de geurtjes veroorzaken, eet die op. Waardoor dat je hond minder snel het idee heeft, dat heb ik hier vaker gedaan, dan kan dat nu ook wel weer. Ja, dus dat nog even een tip voor de andere mensen net ook. Dus daar in die hoek zou ik het zoeken, Jemiva. Succes ermee, want het is natuurlijk wel heel erg vervelend. Voor ik doorga naar de vraag van Sandra, even voor de mensen die later zijn binnengekomen. Hoi, ik ben Edgar en we hebben nog een kwartiertje, 20 minuten ongeveer. En fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom bij het puppyvragenuurtje van puppygroep.nl. Doen we 2 keer per week. Volgende week ben ik er ook weer op maandagavond om 7 uur. En op vrijdagochtend om 10 uur. En dat is over het algemeen het vaste ritme. Maar soms wisselt dat wat. Soms heb ik een afspraak op maandag en dan verschuif ik hem. Of dat soort dingen. Als we nou zo meteen klaar zijn en je denkt, ja, ben er net. Ik had nog veel meer willen weten. Kijk dan eventjes hieronder voor veel meer informatie. Heel veel dingen die ik hier vertel.
Daar zijn al blogs van, vlogs van, video's van, boeken van, cursussen van, dat soort dingen allemaal. Dus dat staat dan hieronder. Kijk daar vooral eventjes. En als je je abonneert op dit kanaal, dan krijg je volgende keer, als je dat tenminste instelt, krijg je een melding op het moment dat we live gaan. Dus dan hoef je het niet meer te missen, hoef je het ook niet in je agenda te zetten. Krijg je vanzelf die melding. Als je dan de melding krijgt en je gaat online, dan vaak zijn mensen hier al voor. Dan zijn er vast wel een paar vragen gesteld. Maar de kans is heel groot als je dan je vraag stelt, dat je dan nog aan de beurt bent. Ja, dat eventjes voor tussendoor. Er zijn 4 boeken. Ik wil ze toch even snel laten zien. Het ultieme puppy bijten afleren handboek. Hè. We hadden net al een bijtvraag. In mouwen en dergelijke. En dat zit er natuurlijk ook in. Het ultieme puppy alleen laten handboek. Het ultieme puppy zindelijk maken handboek. Daar hadden we al wat vragen over. En het ultieme puppy bench training handboek. Dus die boeken staan hier ook. En voor de rest op sowieso op Puppy Groep Live hier op YouTube staan nog heel veel andere filmpjes. Dus mocht je denken van over 2 weken komt de pup. Ik wil me alvast een beetje inlezen. Nou, dan ga je lekker binge-watchen het hele weekend. Dan komen alle video's vanzelf wel voorbij. En dan heb je alvast heel veel informatie voordat de pup komt. Sandra, op naar jou. Goedemorgen, onze pup Pippa is bijna 12 weken. Ze is een golden retriever. Het gaat heel goed en we zijn dol op haar. Alleen het bijten is vervelend. Zeker voor de kinderen van 9, 11 en 12 jaar. We proberen alle tips uit de puppyboek en maximale wandeltijd op te volgen. Kun je ons advies geven wat te doen als ze tijdens het wandelen ineens gaat bijten? Ze bijt in onze benen en handen en wordt wild. Dus dat zijn de bijtmomenten, begrijp ik, Sandra. Wat er vaak gebeurt tijdens zo'n wandeling is dat op het moment dat je je wandelingetje hebt gedaan, dat er allemaal informatie binnenkomt en dat pups dus ook aan het einde van zo'n wandeling opeens overprikkeld kunnen zijn van alles wat ze hebben meegemaakt. En in jullie geval kan ik me voorstellen dat gezien de leeftijd van de kinderen, dat ze niet allemaal heel braaf samen meelopen, maar dat ze lekker gaan rennen of dat ze gaan spelen met de hond of dat ze verstoppertje gaan doen of weet ik veel wat dan, dat zijn allemaal prikkels voor de pup. En de pup is nog hartstikke jong. En ik geloof onmiddellijk dat hij heel snel een relatie heeft opgebouwd met de kinderen. En ze eigenlijk alles mee wil maken en alles wil zien. En dat zou voor overprikkeling kunnen zorgen. Nee, dat is maar een voorbeeld. Sommige honden raken al overprikkeld en beginnen al te bijten en te happen aan het einde van de wandeling. Dus dat zou iets kunnen zijn. Daarbij kan het natuurlijk ook zijn pups bijten of pups spelen met hun mond. Die bijten hun broertjes, zusjes, moeder, andere honden. Dat is wat ze doen. Je hebt rennende honden, je hebt blijfhonden, je hebt bijtende honden. Er zit van alles en nog wat tussen. En de juiste manier van spelen die past bij de kinderen, dat zal hij moeten leren. Want hij is niet geboren met ergens een chip in zijn hoofd. Oh, bij kinderen moet ik anders omgaan dan bij volwassenen. Dus dat is iets wat hij moet leren. En daarom is het echt altijd van belang dat de kinderen en de pup nooit alleen zijn samen. Om dit soort situaties te voorkomen. Want weten de kinderen dan hoe ze ermee om moeten gaan. En de kinderen daarin, de kinderen begeleiden in van hey, wat kan ik nou zien aan de hond? En als zijn staartje zo hangt, dan is hij een beetje in de war of een beetje overprikkeld. En als hij een hele ontspannen golden retriever kwispel heeft, dan is hij blij. En als zijn staartje wat laag gaat, dan vindt hij het niet zo leuk. En als zijn oren naar voren zijn, betekent dit. En zijn oren naar achter. Dus dat kan je je kinderen allemaal wel uitleggen. En ga kijken wat de momenten zijn. Wat is zijn motivatie om te bijten? Is het aan het einde van de wandeling? Dan zou het kunnen zijn dat hij heel veel nieuwe ervaringen op heeft gedaan tijdens de wandeling. En dat hij niet zo goed weet hoe dat hij die kwijt moet. Misschien is het ook wel gewoon spel. Hè? Je hebt het boek. Dus daar staan alle mogelijke redenen in waarom dat hij zou kunnen bijten. Ga eens op zoek naar een van die motivaties. Wat is nou zijn motivatie om te bijten? En als je zegt, nou dat is nou net het hele punt. We hebben het boek en daar komen we niet zo goed achter. Dan kunnen we altijd een afspraak maken voor een privéles. Dan kom ik bij je langs. Dan kijk ik even hoe dat de pup thuis is. Als jij zegt het is vooral na wandelingen. Gaan we een stukje wandelen. Gaan we kijken hoe dat hij dan reageert. En kan ik je dan ook actief tips geven. Oké, dit is er gebeurd. Dit is er aan de hand. Daar kan je het beste op die manier mee omgaan. Ja? Sowieso als het bijvoorbeeld is tijdens wandeling. Op het moment dat ze gaat bijten. Terwijl dat ze los van de lijn is. Lijn je eraan. Voorkom je dat de kinderen gebeten kunnen worden. Als je dat een paar keer doet, je hebt echt een heel slim ras. Als je dat een paar keer doet, dan denkt ze vanzelf, oh, dan bijten, dat is niet handig. Want elke keer als ik bijt, word ik aangelijnd, mag ik niet meer met ze spelen. Dan ga ik wel met ze spelen zonder te bijten. Als het is op het moment dat ze al aangelijnd is, dat je bijvoorbeeld terugkomt van het bos
en ze is heel druk en ze bijt, hou dan de hond op afstand van de kinderen. Als het is, als jullie thuiskomen, je komt terug van het bos, iedereen weer thuis, hond gaat los, hond is en gaat even langs de kinderen en iedereen bijten, dan betekent dat vanaf nu af aan dus, als je terugkomt van het bos, gaat de hond eerst even in de bench om een dutje te doen. Jullie lekker koffie, thee, wat lekkers erbij. En de hond even een dutje doen. Dus op die manier kan je een beetje gaan denken. Ik heb nu wat te weinig informatie om je echt een gericht antwoord erop te geven. Dus ga eens kijken of dat je achter de motivatie kan komen. Als je de motivatie weet, dan kunnen we samen heel makkelijk aan de oplossing gaan werken. En ik wil je daar graag bij helpen door middel van een privéles. Maar dat is even iets wat je voor jezelf kan overwegen. Ja? Davy, goedemorgen. We hebben een pup van 15 weken in Shih Tzu, maar ze plast en verliest druppeltjes als iemand binnenkomt. Ook al geeft de persoon geen aandacht, dan doet ze het nog. Nee, dat kunnen of enthousiasme plasjes zijn, of demoedsplasjes. Dus het kan allebei. Aan jou de taak om te ontdekken welke dat het is. Vindt ze het leuk, maar ook wel een beetje spannend dat er iemand binnenkomt, dan zijn het demoedsplasjes. Dat helpt dan inderdaad als er iemand binnenkomt en die daar geen aandacht aan geeft. Dan leert ze dus vanzelf, oké, als er iemand binnenkomt, dan hoef ik daar verder niks mee. Als het enthousiasmeplasjes zijn, dan is het nu nog zo, als ik nu heel enthousiast reageer, ik voel mijn blaas zich inmiddels al een beetje vullen. Het is wel lekker hoor, die glazen thee, maar echt handig is het niet. Als er nu iets gebeurt waardoor ik heel enthousiast reageer, ik ga niet zeggen, dan verlies ik ook druppeltjes, maar je weet wel wat er dan gebeurt. Dus daar kan het ook mee te maken hebben. Dus als jij zegt, nou volgens mij is het wel uit enthousiasme en je weet dat er iemand langs gaat komen, je weet dat er iemand binnenkomt, ga eens kijken of dat je haar dan daarvoor uit kan laten, zodat je die kans wat verlaagt. Of als je bezoek ontvangt, dat je die dan buiten even begroet, buiten de voordeur. Kan ze daar een beetje enthousiast zijn, kan ze daar druppeltjes verliezen en neem je daarna weer mee naar binnen. Ja, dus één van de twee is het in combinatie met sluitspier die dat nog niet helemaal onder controle heeft en nog niet helemaal aan kan. Ik zou me daar op dit moment nog niet al te druk om maken, anders dan management. Er zijn honden die dat op volwassen leeftijd nog hebben. Weet je, dat is en dan kan het inderdaad met een in die context een te slappe sluitspier hebben. Maar nu zou ik vooral eventjes gaan zitten op management van inderdaad niet al te veel aandacht aan geven. Wat is de motivatie? Is het, ik vind het wel een beetje spannend of ik vind het juist echt heel erg gezellig. En dan kan je daar een beetje op anticiperen door bijvoorbeeld daarvoor al te gaan plassen en dat soort dingen. Sheraida, mijn hond, een kruising Jack Russell Terrier en de andere kant weet ik niet. Heel goed, net 1 jaar, helpt nog steeds heel veel als we weg zijn. Als ik thuis kom, helemaal blij. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit minder wordt? Moet ik weer bij het begin beginnen met 10 minuten bijvoorbeeld? Op zich is het een puppyvragenuurtje en jouw hond is eigenlijk al niet meer een puppy. Hè? Die zit al vol in de puber richting volwassenheid, zeker voor een kleine hond. Maar kort en bondig is mijn antwoord ja. Begin weer even vooraf aan, heel kort. En ik weet niet of dat hij dat ooit gedaan heeft. Het alleen zijn, rustig aan opnieuw leren. En het stappenplan bij een pup is niet heel veel anders dan die bij een volwassen hond. Dus mocht je het boek nog niet hebben, zou het een handleiding kunnen zijn om dat te gaan proberen. Ja? Even kijken hoor. Sam, hi, bedankt voor de tip van onze beagle Frankie van 9 weken over het alles van straat willen eten. Het lijkt uit nieuwsgierigheid te komen volgens nog. Top, de laatste dagen kan hij echt slechter zelf zijn rust vinden. Eerst deed hij dit zelf in de mand of in de bench. Nu moet ik hem echt in de bench doen. Komt dit omdat hij nu gewend is aan huis? Zou kunnen. Hij stopt niet zelf met spelen en bijt veel in handen en tenen. Wat vaak, denk ik, uit vermoeidheid komt. Ja, ik denk dat je het goed ziet. Sam, een van de twee. Dus... als de hond niet zelf stopt uit spelen, sowieso, jij bent de volwassene van het stel. Jij bepaalt op een gegeven moment hoe lang dat er gespeeld wordt. En jij herkent dus, want je merkt al waar het door komt. Jij herkent dus bijvoorbeeld van, na 4-5 minuten begint het grommetje te veranderen, begint het staartje te veranderen. Zie ik wat haantjes misschien wel omhoog komen op zijn rug, dan wordt de opwinding te hoog. En dat is dus jouw teken dat je eigenlijk al te lang bent doorgegaan. Ja, dus ga maar eens kijken hoe lang het spelen normaal gesproken kan. En dat kan 's ochtends weer anders zijn dan 's middags en 's avonds. En stop op tijd.
Ja, daarna even lekker samengespeeld. Dan even met iets lekkers in de bench of zo. Om te voorkomen dat hij nog eventjes doorgaat en te hoog in zijn opwinding komt. Dat. Ja, dus blijf binnen de kaders. Blijf binnen de ritmes. Penny zegt... Hoi, mijn labradoodlepup van 9 weken heeft moeite met beloningssnoepjes eten. Ze krijgt ze niet goed weg. We geven haar nu zachte beloningssnoepjes. Maar ook dat gaat niet zo goed. Hoe nu trainen? Ik vind het trainen daarin veel minder belangrijk dan de reden waarom dat ze haar eten niet goed wegkrijgt. Dus mijn advies is even een ritje naar de dierenarts, zodat ze kunnen kijken waar dat mee te maken heeft. Ik ben dan wel heel erg benieuwd, krijgt ze haar gewone eten dan wel goed weg, zeg maar, de gewone brokjes. Dan zou je eventueel kunnen trainen met de gewone brokjes. Weet je, zeker in die eerste paar weken vind ik het trainen veel minder belangrijk dan het opbouwen van een relatie. Als de gewone brokjes wel goed gaan, train dan desnoods eventjes met de gewone brokjes. Maar als jij zegt, nou ja, die zijn ongeveer even groot als de beloningssnoepjes, of misschien zijn de beloningssnoepjes wel groter, kan je ze door middel breken, kan je het kleiner maken. Maar ik wil een bezoekje aan de dierenarts, gewoon voor alle zekerheid, om het even uit te sluiten, zou ik wel eventjes doen. Als je merkt dat ze moeite heeft met eten, zou ik daar wel eventjes naar kijken. Even kijken, Nelly. Nelly zegt, een boomerpup van 10 weken, ieder uur buiten, maar hij doet niks. Pas als hij binnenkomt, gaat hij zijn behoefte doen. Ook poepen in de bench. Veel jonge honden, Nelly, en er kunnen twee redenen zijn. Zijn of vinden het nog wat spannend buiten, want ze zitten in die eerste angstfase die ze in hun leven hebben. Of vinden het juist heel erg leuk buiten, dat ze vergeten om te plassen en te poepen. Ik plas en poep over het algemeen ook niet buiten, omdat ik dat wat spannender vind dan buiten in mijn veilige huis op mijn wc. En honden hebben dat ook. Honden plassen en poepen ook gewoon het liefste op een veilige plek. En als ze zich bij jou thuis fijn voelt, zal die dat dus het liefste gaan doen. Dat betekent dat jij met je hond ergens naar een veilig plekje mag. Naar een rustig plekje mag, waar niet te veel mensen, andere honden, niet al te druk verkeer, dat soort dingen. Ga je daar naartoe, geef je hem daar de kans om te plassen en te poepen. Nou, inmiddels zit hij wel een beetje in het ritme van, dat hoeft niet, ik doe het thuis wel. Dan kom je weer naar huis. Je weet inmiddels hoe lang het duurt als je eenmaal thuis bent, voordat hij dan gaat plassen en poepen. En binnen die tijd ga je dan weer opnieuw naar buiten. Wat er gebeurt is, je hond komt binnen en die denkt, oh, gelukkig, we zijn weer thuis. Hier kan ik tenminste plassen en poepen. Hij ontspant wat. De hele boel komt in gang, zowel bij blaas als bij darmen. En als je hem dan weer mee naar buiten neemt, flinke vent als die het dan op kan houden. En heb je een flinke vent die het dan op kan houden, geeft niks. Loop je een rondje, ga je weer naar huis. Binnen een minuut, binnen twee minuten, neem je hem weer mee naar buiten. En zo ga je net zo lang door totdat hij buiten zijn behoefte heeft gedaan. En waar die het dan doet is niet belangrijk. Hè? Hoeft niet per se op een grasveldje te zijn, maar gewoon midden op straat, midden op de stoep, ruim het op, heeft niemand er last van. Maar zijn eerste stap is, je wordt niet opgegeten als je buiten je behoefte doet. Ja? Female works. Oké, reageert op Penny. En dat is waar, hè. Female works zegt, hoi Penny, ik heb vers kipfilet gekookt en geef dat in hele kleine stukjes als beloning. Ze vindt het verrukkelijk. Dat is waar, dan blijf ik nog steeds benieuwd, waarom lukken die andere brokjes niet? Hè? Dus we kunnen op zoek gaan naar oplossingen wat wel lukt, maar ik denk graag langer termijn, waarom lukt het een pup van 9 weken niet om kleine beloningsbrokjes op te eten? Dat vind ik dan vooral interessant. Daarbij, hou er rekening mee. Ik zeg zelf altijd maar, als ik een kind van 3 een tablet geef voor zijn verjaardag, wat geef ik hem dan als hij 11 of 12 wordt? Een brommer, een auto, een huis, een spelzolder, wat geef ik dan nog? Als je een pup van 9 weken al iets lekkers gaat geven als kipfilet, dan raakt hij daaraan gewend. Wat ga je hem dan dadelijk voor enorm lekkers geven als hij aan het puberen is, waarvoor dat hij denkt, nee, daarvoor wil ik wel komen. Dat. Hè, want als je nu al went aan kipfilet, heb je dat lekkere straks helemaal niet meer in huis. Want dan zegt hij, nou, ik hoef geen kip vandaag, laat maar. En dan gaat hij gewoon lekker zijn ding doen. Wat ga je dan gebruiken? Want kip is natuurlijk wel heel erg lekker. Dus gebruik verschillende gradaties in beloningsdingetjes op het moment dat je met je hond gaat trainen. Maar geef niet het lekkerste meteen vanaf dag 1. Want als je hem nu al kip gaat geven, dan moet je straks met de Chinese rijsttafel komen. Of een hele zalm of zo, wil je hem nog een beetje weten te motiveren. Dus er zit ook een risico in van heel lekker lekkers nu al aan je hond geven. Ja, goeie om rekening mee te houden.
Sharon of Sharon, mag ook. Mijn pup houdt van stevige wandelingen. Het is een Pomsky pup. Moet ik heel voorzichtig zijn of mag ik lekker wandelen? Is het zo dat ze meer behoefte heeft aan wandelen omdat het een halve husky is? Kan, maar hoeft op zich niet. Ik ben heel erg benieuwd hoe oud je pup is, Sharon. Er is zo'n regel van beweging en dan vooral wandelingen. Van 5 minuten per levensmaand per wandeling of 1 minuut per levensweek per wandeling. Dus heb je een hond van 20 weken, kan je elke keer maximaal 20 minuten wandelen. Dat is een richtlijn speciaal voor de meeste gezinnen van Nederland. Die zeggen, nou, door de week hebben we niet zo heel veel tijd, maar in het weekend willen we naar het bos. Dat is een beetje als, door de week ga ik met de auto, maar in het weekend loop ik een marathon. Dat levert blessures op, want het hondenlijfje is nog niet zo ver. Als jij zegt, nee, maar weet je, wij wandelen echt elke dag wel, dan heb ik er geen problemen mee als je bijvoorbeeld met een hond van 20 weken een half uur gaat wandelen, niet anderhalf uur. Daar is het lijf nog niet klaar voor, die spieren zijn nog niet klaar, die pezen zijn nog niet klaar. Als je daar heel veel mee gaat wandelen, maar dan ook echt 3 keer zoveel als dat zou mogen, 2, 3 keer zoveel, dan loop je het risico op een wandelende dierenartsrekening. En wat je wel zou kunnen doen, als je denkt, ja, maar hij is wel graag buiten en hij is wel graag in beweging en dingetjes doen. Wat je wel kan doen, en ik hou even die 20 weken aan, hè. Stel, je hebt een pup van 20 weken, dan is de regel, zeg maar, je mag er 20 minuten mee wandelen. Dan kan je natuurlijk wel 10 minuutjes gaan wandelen. Vervolgens ga je even lekker ergens op een krukje zitten. En de hond is gewoon lekker een beetje aan het snuffelen en een beetje aan het doen. En die banjert daar een beetje rond. Die gaat een beetje lekker liggen rollen in luchtjes en zo. En daarna wandel je weer 10 minuten terug. Dan ben je ook een half uur buiten geweest. Maar het is niet het wandelen wat wij doen. Ja, dus dat is wel even een goede om rekening mee te houden. En dat is echt per hond verschillend. Hoeft niet per se omdat er husky in zit. Ja, en hou er rekening mee. Moe worden doe je daar, hè? Niet door wandelen. Met wandelen bouw je conditie op. Dan wil je alleen maar verder. Als je hond wat meer moe wil maken, zet hem dan met zijn hoofd aan het werk door denkspelletjes te doen, door met hem te gaan trainen, oefeningen te doen, kunstjes te gaan doen. Dat soort dingen. Nog eentje. Het is 11 uur geweest. Nog eentje. Jeanne zegt, goedemorgen. Ik heb een kanientje, een dwergtekkel van 1 jaar. Die blaft als de dieren op tv komen. Sorry Janine, is 1 jaar is echt al geen puppy meer. Dus ik beperk me nu eventjes tot de vragen van mensen met een pup. Als je het heel vervelend vindt dat hij de hele tijd blaft naar van alles, zou ik even een gedragstherapeut bij jou naar huis halen. Die kan meekijken naar de situatie en die kan je echt gericht advies geven. Annemie, goedemorgen. Mijn pup is 16 weken en plast ineens overal in huis, zelfs in haar eigen mand. Soms zijn er momenten van terugval. Als dat een heleboel kleine plasjes zijn, zou ik ook even een plasje inleveren bij de dierenarts om te kijken of dat er misschien iets van een blaasontsteking is. Ik heb echt 1 verkouden hoofd. Met dit weer, honden hebben dan ook wat grotere kans op een blaasontsteking. Dus ik zou die zeker even na laten kijken. Ja, ik ga ermee stoppen, lieve mensen. Er zijn nog heel veel vragen. Sorry, aanstaande maandag, 7 uur, ben ik er weer. Zien we elkaar dan weer. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Veel plezier met je pup. Geniet ervan en graag tot een volgende keer.